Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag heb ik een NS1000. Deze heb ik al eerder langs laten komen. Het probleem van deze trein is dat hij geen lichtgeleiders heeft. Iemand heeft geprobeerd daar eigen leds in te bouwen en heeft het halverwege opgegeven. En ik ben aan het proberen die lichtgeleiders terug te zetten. En dat doe ik met 2 mm dikke lichtgeleiderdraad. Ik heb hier al een voorbeeld ervan. Kijk, dat is beter zichtbaar. Een beetje alle kanten opgebogen. Zodat hij er zo... Kom jongen. Nou. Er zo in past, waarbij dit deel naar buiten steekt en het onderste deel hier, wat ook afgevlakt is, hier in het kapje komt waar het zilverfolie zit. Hop. Op deze manier. En aan de andere kant zit er nu eentje in de lijm, hopend dat goed gaat komen. En aan de voorkant ziet dat er dan zo uit alsof er nu een mooi lichtje zit. Aan de andere kant, ik hoop dat dat te zien is, is in ieder geval nog leeg. En hetzelfde hier, één kant is leeg en de andere kant zit een lichtje in. Nou, wat ik daarvoor dus gebruik zijn de 2 mm dikke, 2 mm, ik ben vrij zeker van dat 2 mm is, dikke lichtgeleiders. Die in principe zo, als je ze er zo in legt, kom op, komen ze al een heel eind. Alleen voor met name de korte kant waarbij de lichtgeleider van de zilverfolie echt naar deze hoek gaat, moet er een zwabber in. Terwijl aan de andere kant is die zwabber enigszins te vermijden. En kun je dus met vrij rechte stukken af. Nou is deze net te ver ingekort. Kijk of ik nog meer restjes heb liggen. Die andere ziet er niet veel beter uit, moet ik zeggen. Kom maar jongen, zo. Ja, als ik hem er nu probeer in te doen, dan zie ik dat hij weer net een rare hoek maakt. Ofwel, hier moet ook een zwabber in komen. Nou, wat ik ook doe is natuurlijk de voorkant een beetje bollen. Zodat hij wat verder uitstraalt. Zeker met deze gaten zijn vrij groot. Ik denk dat ze zelfs 3 mm zijn. Of 2,5. En door dus... deze een beetje bol te maken, door hem te verwarmen, krijg je dat het gat mooi opgevuld wordt. En als ik hier dus een zwabber in wil maken, eens kijken of ik dit in beeld kan gaan doen. Laat ik eerst eventjes deze wegzetten. Die heb ik nu even niet nodig. Deze gaat weg. Dit is mijn hete luchtkanon. Heb ik op 135 graden gezet. Eigenlijk moet ik hem ergens op laten steunen. Ik heb zo gewoon niets wat ik aandurf om hem op te laten steunen. Nou, dat is vast ook geen goed idee. Omdat dat dus vrij warme lucht is, pak ik hem met een tang vast. En ik deze gaat dan zo erin en ik wil een kleine zwabber. Nou, ik kan hem altijd nog corrigeren. En een beetje verwarmen. Precies op het punt waar ik hem wil buigen. Kan ik hem dus zo mooi bijbuigen. Even vasthouden, zodat hij de vorm behoudt. En ik wil hem iets strakker hebben.
Zo. Als je hem even vasthoudt, dan behoudt hij zijn vorm. En dan is het makkelijk om nu eens kijken. Nu wil ik. Even de andere kant opbuigen. Welke kant wil ik hem opbuigen? Auw. Dit is best hete lucht. Zo. En nu zit er een. Even kijken, een beetje te zien. Nu zit er een kleine zwaller in. Deze hoek. Even bijbuigen. Zo. En toen kwam er iemand binnenlopen. Altijd gezellig, maar niet handig in een opname. Ah, kijk. Als je hem te veel buigt, dan breekt hij af. Geen probleem. Ik heb nog wat meer liggen. Kijk eens even zien. Deze is vrij lang. Misschien nog een kortere. Ik werk het liefst met het kortere stukken. Want ja, je kunt ze maar één keer opknippen. Die was te kort. Ja, dat kan er een scherpe bocht in zitten. En ik had hem te veel gebogen. Dus die was gewoon klaar. Die brak. Zo, bijna een lensje erop. Nou, eigenlijk had ik dat later moeten doen, maar het is best lastig dat die lens erop zit om hem goed te verbuigen. Maar, ach. Opnieuw, het is te lastig om het te verbuigen. Ik zeg wel, ik werk het liefst met wat korte stukjes, maar ik heb altijd nog de voorraadjes. Dus. Ja, nu wil ik hierin dus de kleine zwabber hebben. Eén kant op. Dat zou een klein genoeg kronkel moeten zijn. We kunnen hem nog een tikkeltje scherper hebben. Zo. Hij is zelfs nu nog te groot. Dit gaat een lang filmpje worden, merk ik. Maar dit is dus het idee. Opwarmen. Uitproberen tot je de juiste vorm hebt. Als het allemaal mooi past en er goed uitziet. Ja, hier haal ik dadelijk een stukje vanaf. En dan bol ik hem. Hier binnenin lijkt hij goed te passen.
Dus wil ik hem even kijken hoe ga ik dat doen. Ik heb hier een stift. Ik wil hem hier buigen. En toen viel die dadelijk een buigen. Hij zat er zo in. Dus dat betekent dat hij vanaf dat punt naar beneden moet. En even laten drogen, afkoelen. En zo krijg je langzaam een lichtgeleider. Even dat herrie ding uit. Op deze manier ben ik ze dus rustig aan het namaken. Het is heel erg handig als je een hete luchtkanon hebt hiervoor. Heb je dat niet? Je kunt het proberen met een soldeerbout. Heb ik vroeger wel gedaan. Het is lastig. Het is niet heel precies. Het kan. Want je hoeft eigenlijk maar op een heel klein plekje het op te warmen en te verbuigen. Maar sinds ik dat hete luchtkanon heb, gaat het zo ontzettend veel makkelijker. Wat ik nou ga doen is... je ziet, het is best wel bewerkelijk om dit goed te doen. En dit gaat een heel lang filmpje worden als ik dit één voor één allemaal ga laten zien. Dus ik ga ze maken voor de... voor alle kanten, de voor- achterkant, de lange en de korte. En ik ga het eindelijk resultaat laten zien als het er allemaal in zit en vast zit. En ik ga dan ook laten zien hoe die op de baan uitziet. Deze zit natuurlijk al vast, dus ik denk dat ik de ene kant helemaal afmaak. Dan kun je het after effect zien als hij klaar is. En dan kan ik hem ook omdraaien en het laten zien hoe het was. Wat natuurlijk... is dat er alleen maar rode verlichting op zat. Dus tot zover. Alvast bedankt voor het kijken. En geniet van het effect dadelijk, de demo. En tot een volgende keer. De eerste lichtgeleiders zitten erin. Ze zijn niet heel fel. Dat kan ik verhelpen door ze iets langer te maken. Het is nog een beetje proberen, maar... de andere kant, de rode verlichting, als ik hem nu van richting verwissel, ja, je ziet daar gewoon alleen maar de gaten zitten. En hier heb je nog steeds de goede rode verlichting. Tot zover. Like, subscribe, laat een berichtje achter en bedankt voor het kijken.